wil. Ja. Gewoon je eigen keuzes maken en je hoeft met niemand meer rekening te houden, want dat doe je al zo lang. Nu gewoon lekker je eigen plan trekken en doe waar je achter staat. Ja. Oké. Nou, een keer wel een friendly tijd in plaats van. Ja, ja, ja. Ben ik nu ook achter? Ja. Ja. Nee, hè? Dat zei je. We hebben de familie ook al, hè? Ja. Dat is niet te vertrouwen. Nee, hè? Dat heb ik al langer gehad. Och. Oh, jij zei ze dat, ja? Ja. Oh, echt? Ja, ja. Kijk, zo is het al beter. Ja, het zit nog wel een beetje bobbelig hier, maar het is wel minder vet. Ja, ja. Ik een beetje beachy uit. Ja, leuk. Ja. Maar ik had gewoon geen zender om het. Spijt me zeer, ik geen zender om het. Nee, maar het is echt zo hoor. Let daar gewoon een beetje op. Ja. Ik nu ook. Ja. Dat zei mijn moeder ook al. Mijn moeder zegt, kijk goed om je heen. Tja. Ja, moeders... en dat zal ze... Oh ja, dat zal ze heus niet zomaar zeggen. Nee, precies. Ik vond het echt heel leuk. Wauw. Toen zegt je moeder, je gaat me vaak zien, hoor, zei ik. Want ja. Ik en de vriendin gaan elkaar denk ik wel veel zien. Tuurlijk. Want jij hebt ook niet, wat ik toen met jou over, jij had ook niet echt veel vriendinnen, toch? Nee. Ook niet. Gewoon een paar die je dan af en toe een paar weken lang heel veel ziet. En dan verwatert het weer. En dan zoek je weer een andere groep. En dan... Weet je wel, niet echt iets... Ja, maar dat heb ik ook, weet je wel. Kijk, ik ben natuurlijk wel heel wat ouder. Ja. Maar ik heb wel wat vriendinnen, weet je wel. Maar ik heb nooit ook echt een vriendin gehad waar ik me... Wat zeg je? Nee. Het is nu mooi. Laat me doe ik het later wel. Maar sorry? Ik heb geen vriendin waar je altijd mee, waar je altijd mee ging stappen. Mm-hmm. Of je gaat echt met een vriendin dat en dat doen, weet je wel. Ik heb dat echt nou nooit gehad. Nee. Ja, eigenlijk heb ik dus maar één, één beste vriendin waarmee ik echt al vanaf mijn jeugd af aan... Maar dat is juist leuk, maar dat is echt, maar dat is echt een vriendin, weet je wel. Wat je al jaren kent en je kent elkaar gewoon echt door en door, weet je wel. Ja. Dat is gewoon hartstikke leuk. Ja, dat is Kels. Ja. Nou, zo leuk. Beter zo? Het is nu een beetje beachy. Beachy doen. Ja. Ik moet gewoon die hele grote projecten hebben dat dingen niet lukken. En dat ik s'nachts nog belletjes moet plegen. Maanden duren. Dat heel veel werk. Nou, maanden eigenlijk ook weer liever niet. Want ik ben weer niet echt van lange termijn. Maar... Feliciteer bij ID&T. Wat is dat? Je kent ID&T niet? Nee. Nou, we houden Sensation, ID&T. Oh, sorry, ja, tuurlijk wel. Ja, van Duncan. Ja. Ik wou net zeggen, wow. Ik heb hem hier uitgenodigd. Ik zou hem zo graag willen ontmoeten. Wie, Duncan? Duncan Lawrence? Nee. Duncan Stutterheim. Stutterheim, ja. Er was toch iets aan de hand met... Iemand is toch overleden? Was dat nou... Voor mij weet ik niet. Verkeerd. Ik weet niet hoe lang dat geleden is, maar ik zit hier natuurlijk al een jaar. Dus. Ja, nee, daarvoor was het al. Ik weet niet zeker. Oeps, eventjes niet heel... Ja, hij was ook bij Dream School toen. Ja? Bij Dream School. Ja. Ja, ik zou hem maar zo ook, graag zeker. Nee, niet hij, maar volgens mij was er wat is. Even, ik weet het even niet meer. Het was wel allemaal posten en dat. Heel veel mensen hadden over die Halloween rave en ook hier buiten. En de artiesten zelf ook. Ja, maar dat was echt ondanks dat we het financieel... Ik zie jou helemaal voor me met zo'n oortje in, zo'n bakje in de hand. Ja, zo'n bakje in de hand.
morgen heb je ja, maar dat heb je ook als wedding planner, zeg maar. Dat je op de trouwerij helemaal zo heen en weer rent en alles. En ja, echt, hè? Het is absurd, man. Ja, jij dan? Rustig, dus jij zelf helemaal stress. Ik heb nooit zulke arme, bruine armen. Ja, altijd als ik naar buiten ga. Ja, maar dat komt omdat je bezig bent. Ik krijg gelijk een hele oude huid, dat vind ik vreselijk. Het liefst nog dat ik dan... S'nachts om 3 uur. Ik heb biodermaal bij me. Echt waar? Biodermaal. Oh, ja, ik heb cacao. Ja, maar. Kijk ja. Dat ik gewoon echt. Cacaoboter. Ja, bij mij is het uitgezonderd. Toen ben ik mezelf van. Toen ben ik. Heb het wel gedaan? Dus helemaal. Gewoon in die branche. Heel graag. Die mail checken of dat het dan. Ja, ik denk. Zo, dat is een killerbier. Dat is toch? Ja? Killerbier. Ja, hij is weg. Nou, ik ook. Jesse ging toen met een killerbier achter die bal. Ja, stress die ik kan hebben. Maar werkt hij een circulair hé, hey, jongens. Kan een kip die niet eten? Nee. Nou, dat denk ik niet. Dat denk ik. Hij komt weer terug. Wat is hij dood? Weet je, heb alles al opgeruimd, zag ik, hè? Atje. Nee, Atje, in de caravan. Wat is dat voor apparaat? Wat opgeruimd? Spullen. Nou, zijn spullen zijn al een beetje opgeruimd. En hij zegt het enige wat ik nog wat ik zag om bij je kindje zitten. En omdat ik zie dat hij de laatste best wel veel alleen zit. Dan zit hij een beetje aan het observeren. Oh. Oh, ik dacht dat je het was meer. Nee. Misschien krijg je het niet meer op. Huh? Ja, voor ik wil een eeltsteentje hebben. Om je eelt weg te halen. Heb ik. Oh. Heb ik, schat. Gaan halen, jongen. Wat? 15 maanden. Oh, dat lijkt me zo. Ja. Ik denk dus dat wij stoppen met december. Hmm. 19 december zit ik hier 15 maanden. Misschien zit je er net nog. Op welke dag is dat? Ik denk dat ze net voor de kerst. De 20ste is volgens mij maandag, dacht ik hoor. Weet niet zeker. Ja, oh, ja. Ik had jarig was op zaterdag. Dacht ik, maar weet niet zeker. Ja, Prento, jij bent jarig op 23ste is op maandag. Ben jij jarig? Vrijdag? 23ste is op maandag. Nee, op een donderdag zit ik. Oh, oké. Okay. Ja. Dan gaan we vrijdag naar huis. Ja. Donderdag is 23. Ja. Dan zijn we dus. We zijn waarschijnlijk allemaal met het nieuwe jaar een oud en nieuw thuis. Kerst. En met kerst al. Met kerst denk ik al. Ja, denk ook. Ja. Dan gaan we meteen een ticket voor kerst. Oh nee. Kerken wel. Iedereen is gewoon al aan het kijken. Je gaat eerst even naar mama thuis zitten voordat je op vakantie gaat. En als je op vakantie gaat, ga je met ons. Wie zijn dat jouw dus? Ik ga met mijn moeder weg. Ik wil heel graag mijn moeder naar Marokko. Op hoordag dat ik dus met vriendinnen op vakantie ga. En ik denk inderdaad, als ik een beetje heb gehoord, een beetje opgezocht. Leuke steden van Marokko, dat Rabat inderdaad een van de leukste is. Waar je wel drukte hebt, maar niet inderdaad... Het is niet mega toeristisch. Ik ga gewoon in Toronto. Het is geen Marrakesh of Agadir. Totaal niet. Het enige is... Je hebt maar wij gaan wel nog huren, toch? Ja? Ik heb gekeken, echt mooi. Ja. Maar het ligt wel, niet aan zee, hè? Okay. Ik zou wel graag in januari, dichter aan wanneer carnaval is, wil ik in Rio zitten. Nee. Oh ja. Wat is dat? Nee, die is weg voor 70%. In de olie heeft gezeten meer dan half uur. Wat is? Bijna. Ja, bijna. Ja hoor. Hij kan alles. Je bent Brandon, ik kan alles. Oh, poes. Kijk hè. Wow! Ja! Even opletten. Ik wil dit echt horen. Ik heb ook alles door, hè?
Oké, go Dizzy. Oké, bij Dizzy. Overmorgen! Oh, ik was het vergeten. Zo. Yo. Mijn moeder kan dat zo hard, dat als ik in het theater sta te dansen, dat ik haar gewoon hoor, dat ik weet waar ze zit. Ja. Dan kom ik oplopen en dan word ik en dan ben ik, mama. Ik wist vroeger altijd, mijn vader altijd keihard, wist ik, oh, dat is papa. Precies, dat geluid zo. Ja. Oh. Eta. Ja. Oh, lekker jongens. Nu al plakbillen. Ja. Alsjeblieft. Oh, dit is mijn tattoo. Oh. Ik heb echt heel erg plakbenen. Ik ben nog over. Meer van de noem je dat? Shining is carrying. Ja, goed zo, goed zo. Oh, goeie. Zo. Oh, ja, toch. Alsof ik weer bij Turk ben na een druk afgezet. Echt, hè? Zo chill. Hebben we nog meer bordjes of niet? Nee, hè? Bordjes. Bordjes. Baas. Alles op de. Mag ik een mes van jou, Sprenny? Sprenny. Oh, broodje kebab. Kebab. Dat is lekker, hè? Broodje kebab. Oh. Dat is lang geleden, hoor. Geef me. Oh, moet je kijken, ook nog een merksaus, jongens. Halleluja. Ja, deze vrouw heb ik heel lang niet gezien. Ik ook niet. Ik heb er ook echt gemist. Zo ben je. Over, dan gooi ik dat. Ja. Maar nu ben ik van slag. Zou... Matties, die voor plee. Matties, die voor... Dit is warm. Zet er geen knoflooksaus op tafel? Oh. Dit is zo warm. Hè? Nee, toch? Oh. Ga ja. Ja? Wat zit je nou gek te doen? Niks, ik vond het gewoon schaamte. Wat is die voor plek? Oh, oké, dan zal ik het niet benoemen. Niet benoemen? Oh, ik wil vloksoos halen. Ja, kijk bij deze. Ik ging eraf halen. Kijk. Ja? Wie? Jij. Wat? Katie. Ja? Saté. Leuk, hè? Saté. Komt het op de twee? Santé. Santé. Op tv. Wat is die voor plek? Saté. Saté. Yo, eentje opstellen. Saté. Kijk, er waren iets... Heb je nu alleen dat? Ja, dan zeker nog. Lekker, hè, satéetje. Ja. Dan mag je pakken eentje. Zes stokjes per persoon. Hè? Pinda. Net wachten. Oh, binnen. Sorry. Kan iemand nog een bak satéetjes pakken van binnen? Jazeker. Die hypotheker. Jazeker. Oh, die hoorn. Kebab. Ik denk dat je wat kou kan. Ja, bedankt. Sugar. Ja, sorry jongens, het had allemaal echt heel anders moeten lopen. En echt heel leuk ook. Hoezo? We zouden hier namelijk een foodtruck komen en oh, die zou alles voor ons serveren. Maar dat is echt een minuut voordat ze binnenkwamen, is dat helemaal verkeerd gegaan. Is het gecanceld? Nee, ze waren hier ook gewoon maar... Laten we het niet over hebben. Nee. In die krat daar, in die krat staat een... Een heater. Oh, ik ben gelukkig. Ik zag het niet eens, ik stond ernaast. Echt niet? Oh, zo lekker. Kom maar. Waar mag ik gooien? Op het satéetje. Ja, lekker, thanks. Was het nou 2 per... Doe Frenny maar eerst. 6 per... Oh. 6 stokjes per persoon. Ja hoor, doe maar heel veel. Wel gezellig zo met z'n allen. Kom maar bij. Lexi. Ik wil ook heel veel. Ja, die hebben we. Ja, deze dus. Oké. Okay. Thanks, meid. Meid? Oh.
Nou, gezellig met de hele groep, hè? Oh nee, toch niet? Nou, ik ben gelukkig. Ik ook. Ik ben gelukkig, maar alleen. Makkie. En alleen maar gelukkig. Makkie, jij hele familie gaat dat, hè? Ja, om 6 uur. Overwezen. Dit is lekker. Nou, dat is moeilijk om... Fuck. Niet lachen jij. Sorry. Ja. Stik hem even tegen jou aan. Nou, nee. Houston, Houston, dat is mijn bordje. Ik denk dat je beter nog even een bordje van binnen kan pakken. Kijk, bappies. Oh, we hebben natuurlijk... Hebben we helemaal geen bordjes? Nee, ik zou nog even van binnen bordjes pakken. Is dat deze huis? Ja. Want ik had net eentje voor Dylan gemaakt. Toen wilde ik die voor mij pakken en toen was het op. Meende niet. Ja, helemaal huilen en zo. Ik denk zelfs dat ik dat echt weet. Ja. Shit, hè? Ik zag het je gewoon voor mijn neus wegpakken. Nee, is mijn vork. Net als die vork. Zie je? Ja, voordat je het weet is het allemaal weg. Ja. Dankjewel, je grapt het gewoon onder mijn neus vandaan. Ongekend. Pindasaus is op de bar. Ja, ik heb geen bord. Nee, ik. Oh, ik had knoflook naast mijn mond. Yes, thank you. Vrienden van meid. 15 maanden. Ja. Nou, wel grappig. Ik had vorige week met evenement voor het eerst weer. Dus een 14, bijna 15 maanden ijs die op. Oh wow, ja. Ik kreeg gewoon een soort sugar rush. Dat, niet dat zei toen, Jan. Maar ik lust dit gewoon nu, maar thuis lust ik dit niet. Ja. Ik heb alles hier. Ja. Huh? Maar hij heeft het niet gedaan. Als je het kan ook zijn dat mensen vrij hebben genomen die dan even om staan te wachten. En dit komt vandaag al. Hij wilde. Ja. Ja. Ben je wel gedeelte kwijt? Ja. Is dat ook? Ja, het is niet dat je per dag... Ik heb morgen toch pas 15 maanden. Ja, morgen is 15. Pas. Puppy. Ah. Wat dan? Morgen zit hij er 15 maanden. Op morgen is het pas. Jammer man, ik had hier echt wel 15 maanden willen zitten. Zit Artje hier morgen 15 maanden? Ja. Oh, ik dacht Artje en jij vandaag. Nee, morgen... Waren we allebei gisteren eigenlijk al 15 maanden van huis? Ja. Maar ik kwam vandaag binnen en hij kwam morgen binnen. Oh ja, dat wist ik niet. Ja, erg zat hè? Ja. Ik zat met me denken, wanneer kwam Sanne naar binnen? Ja. Life's unfair. Shit happened. Ik ook, Frank, maar ja. Ja, maar dat is anders. Ja, oké. Okay. Ja, ik snap het. Ik vond het trouwens wel leuk dat jij een broertje Turk party had. De dansen met Turken. Wie deed dat? Jij een broertje. Ja, ja. Oh, weet ik niet meer. Nee? Dat is nu zo staat. Dat is zo. Twerk zei ja. Oh, hij met de dansen. Ja. Oh. Oh. Kapot cute. Dat bedoel ik met mijn broertje zo gek als een deur. Ja, moet een beetje zeker mij. Wat is Jordi? Dat was mijn andere broer, hè? Oh! Don't maar oud is Jordi? Jordi is bijna 30. Oh, okay. Januari. Huh? Die woont ook nog thuis. Ja. En die andere is Rodi. Rodi. Is bijna 21. Hij is echt rustig, hè? Ja. Niet zoals de rest van de maar thuis niet, hoor. Nee. Hij is... Verlegen. Ja, kom, ja precies. Net als ik. Ben, als ik net ben, als jij. Ben, ja. Als ik ergens nieuw ben, ja. Nu niet meer, want nu ben ik bloeien. Ja. Ik hoorde je zeggen net als ik. Ik dacht, nou, nu niet meer. Denzel heeft dat ook. Precies hetzelfde. Ja, hè? Dat dacht ik al. Ja, hij was ook best wel stil, zeg maar, toen ik zo naar hem toe kwam. Je moeder gelijk. Ah, tata. Een broertje. Ja, ja. Heel erg bescheiden. Ja. Heel rustig een beetje te kijken. Bij jullie, ja. Ja.
Maar hij is erg hoor. Ja. Dat heeft hij echt van mijn vader. Mijn moeder en ik zijn hetzelfde en hij lijkt precies op mijn vader. Die is ook wel te verlegen. Nou, ja, grappig. Toen ja. wij naast elkaar gingen zitten, je broertje en ik wisten eigenlijk niet eens wat we moesten zeggen. Nee. Geprik, jongen. Ben je ook geprik? Dat is heel moeilijk. Okay. Oh ja. Maar geen mug. Nou, dat weet ik. Het is avond. Wordt het frituur vindt wel heel snel smerig. Oké, okay, goed. Beter. Lekker. Zo. Show it. Hoi. Oeh, baby. Beetje kebabje. Ja, als je eventjes wacht, dan gooi ik het even op een bord. Ja. Dan kan ik weer een nieuwe lading. Dus, is er ook geen zo'n grillpan, toch? Ja. Eigenlijk zou je zo'n tang moeten. Oh, dat is wel niet klaar. Nee. Ja. Zit je mee met me? Ja. Ja, bordje. Ja, smaak. Klein handje al? Nee, dat komt goed. Oeh, we hebben ook nog gebakken uitjes, die heb ik niet gezien. Eet je zelf ook wat tussendoor? Ja, ik heb net een broodje. Oké. Okay. Dat is kippenvlees, toch? Ik heb geen idee of het ja, kip, kipkebab. Ja, nou, kebab heb je ook wel eens... Nee, dit is kip, schat. Ah, die had ik net niet gezien. Oh ja, de uitjes. Is het roze of is het kalf? Die maken de saté open. Kan je hem op tafel zetten? Ja. Ik ga wachten op zijn heerlijkste theetje van Dilf. Oh, die zijn... Hier, deze kan je pakken, man. Deze kan je pakken. Aard. Ze waren al voorgekookt. Het is alleen nog even een mooi jasje eromheen. Moet ik toch zo met pindasaus? Ja, nee, tuurlijk. Zeker. Lekker ja. Pik. Maar eigenlijk vind ik hem ook altijd lekker. Steetje is ook al klaar. Even kijken, die daar zo misschien. Moet je even ronddraaien? Nog niet, denk ik ook wel. Nee, die daarvoor. Deze drie. Even kijken. Nog eventjes. Oeh. Okay, deze kan je sowieso pakken. Nice. Die ene. Kip. Jouw broodje. Hoezo doe je dat zonder broodje dan? Als ik dadelijk weer een beetje normaal ben, dan is het bord op mijn mond. Ik loop te vreten de laatste dagen. Wow. Wauw! Wow. Prikkels. Daar kan ik wel een rap over schrijven. Ik kan merken dat ik weer snoep heb. Ja, maar jij hebt voor 20 euro maar snoep besteld. Oh shit, kan er nog besteld worden bij de jij eigen? Nee, hè? Van maandag, nee. Hey shit. Poes, we hadden echt iets ergs hoor. Wie? Ja, Jordi en ik zat helemaal te zeuren. Van ja, we sporten niet meer en een dikke buikie. En dan zegt hij tegen mij, kom eet een snoepje. Ja. Nee. Pieter! Ik zei zo... Oh, ik ben hartstikke dik. Toen had ik een snoep eronder, dus ik zei zo, wil je een snoepje? Ja hoor. Zij neemt een snoepje, ik neem er wat meer dan één, hè. Want hè, zo ben ik. Ah, oh, we zitten snoep te eten. Ja. Had ik er opeens een apenkop in mijn mond. Ja. Hebben we morgen ook iets speciaals met eten, nee toch? Nee, oké. Zelf eten morgen, neem ik aan gewoon patatjes.
Ja, ik ga vanaf maandag lekker trainen. Nee, vanaf maandag ben ik gezond. Ja, ik ga ook trainen. Dat zeg ik al 6 maanden. Oh, Merel, wij hebben het ook tegen elkaar gezegd. Hè? Oh, ja, kus. Sorry. Hoe lang is dat geleden? Afgelopen maandag? Ik doe mee. Nee, deze maandag. Ja, ik wil heel graag sporten. Ja, daarom zeg ik. De reden dat ik maandag zeg is dat ik die snoeptrommel nog leeg kan eten. Oh, oh. En dat ik daarna kan beginnen. Ja, wel slim. Ik hoef niet per se gezond te eten, maar ik wil gewoon sporten. Ik krijg een beetje... Kom nog even thuis. Nieuwjaarsvoornemensgevoel van dit gesprek. Hi. Mm-hmm. Never gonna happen. Precies. Ja. Ik heb zin om te zwemmen. Net als een ik die zei dat ik ging sporten toen ik in mijn kamp. Ik moet voorbereiden, want ik moet volgende week moet ik een hele training. Grap van het jaar. Ja. Ik had er gaan melden, maar ik heb niks gehoord. Oh. Ik zal er weer gestopt zitten. Het is ook... Satéetjes, ja. Jongens. Satéke, kom. Kom. Je bent de enige die happy is. Van saté. Oké. Okay. Satéke? Kom meid, pak maar saté, hoeveel je wil. Oh nee. Auw. Kijk uit. 2 toch? Je mag, ja. Je mag er 6 pp toch? Altijd het heet. Pindavrouw. Doe je pindasaus erop. Pindas daar, hè? Ik heb nog. Oh. Een hele hoop. Ik ben echt gefascineerd door dit bord. Wat komt er nog? Zodat ik ze erin doe. Ja, leg maar neer. Doe ze hier, ja? Jij vindt wel lekker prikken, jij, ja? Ja, op de beat. Of ook per se de ja. Ja, maar... Kijk. Anders kom je weer tot een hele... Je kan hem ook helemaal omgooien en dan kun je een hele textuele refrein van maken. Maar ja, daar voel ik niet zo heel veel voor. Nee, nee, nee. Maar dat bedoel ik ook niet. Ja, ik vind het niet echt storend. Kijk, en bijvoorbeeld hebben we het Merel ook laten luisteren. En die vindt het ook lekker klinken. Het is... Ja, ik zeg ook niet dat het per se anders moet. Hè. Ik vind alleen ja, ja. Ja, ja, het klinkt. Toen ik hem heel vaak had gehoord, toen dacht ik ja, ja. Ja, ja. Maar misschien is het goed om een keer met de vlogcamera op te nemen en even te luisteren hoe het nou echt klinkt. In plaats van in ons hoofd. Maar het belangrijkste is inderdaad wel ook gewoon dat hij makkelijk te onthouden is en dat hij lekker klinkt. Ja. De tekst is zelf, de goede tekst zit er wel in de coupletten. De refrein moet gewoon pakkend zijn. Maar in de basis is hij wel veel, of tenminste, anders dan die ik kom op tv. En hij is ook catchy. Iemand patat? Ik wil een beetje patat. Dankjewel. Hoi. Doe maar lekker overal. Ja, oh ja. Ja hoor, lekker. Dank. Lexi, moet jij patat? Zout. Ho, zeg je tegen hem? Paard. Uitje? En mijn buurjongen die was op dit soort piek bij ons. Oh. Ik hoop dat zij het. Zo, hé. Hey. Zo, maar dus jij bent echt bruin voor de afgelopen dagen. Echt niet normaal. Het lijkt wel eens op dit. Zit op je plek. Niks van mij bij. Sander en Esther gaan naar Spanje om de Sinterklaas te maken. Lekker. Ja. Sander. Tegen je moeder dat. Die zijn ook. Oh. Gelijk geleefd moet hij. Oh, die waren. Oh nee, niet. Jawel, ooit. Oh. Waar gaan ze?
Ja, Jordi vindt het gek dat dit mijn favoriete mok is. Maar hij wil die mok meenemen naar huis. Ja. Voor mij mag dat. Hij wil stelen van de BV. Nee. Dat heb ik helemaal niet gezegd. Maar weet je wat ik nu denk? Kijk, dit. Nee? Van de BV? Zullen we dit op een shirt bedrukken? Ja. Ja? Gaan we dat zeker doen. Heet wel lekker. We moeten even opzoeken. Eentjes! Maak hier een foto van en we kunnen het gewoon namaken. Eentjes! Oeh. Ik bedoel, je hebt gelogeerd bij iemand die grafisch is en je slaapt bij iemand die grafisch is. Ja hoor. Joe! Eentjes! Nog de lady bij die kippen weer. Hebben jullie daar nog last van? Ja. Ik heb echt niks gehoord. Hè. Hoe dan? Dat van jullie. Ja, het spijt me. Waarom broodjes? Jess, wil jij nog een broodje? Oh. Nou. Of is het de laatste? Ja. Huh? Ja. Nou, pak jij hem dan maar. Hoef je hem niet? Ja, wel, maar pak jij maar. Ik bied hem je aan, hè? Ja. Jongens, er ligt hier nog allemaal eten. Moet allemaal op. Nee. Laat graag het lekker genieten. Ja, en ik kan ook voor mezelf praten hoor. Ik kan niet eens zeggen ja. Oh, ik kan het zeggen. Met ik hielp je. Wie? Adria. Oh. Ja, en terecht. Andrea? Adriaan. Oh. Een klein beetje. Adriaan. Jens is het toch ook niet? Nee, dank je. Ja, een klein beetje. Friet. Jens is er nog wel even. Dat is. Ja, dus. Dat is toch Adriaan? Dat is niet zo weet. Wacht, Brennan en Adriaan. Wie is er ook naar? Net als toch iemand anders ook. Ik zit mezelf vol te proppen. Oh. Dat mag ook gezegd worden, toch? Maar goed, Jess. Op zijn handen. Mm. Is dat saté? Ja. Ik houd voor gezien. Ik vind mezelf echt helemaal niet veel mis op te vreten. Wat is jouw vreter? Van de week ook wel.
Kelly, kan je me wel één ding beloven bij de filmavond? Ja. Om niet te zeggen, dit kan misschien de laatste keer zijn dat je met de ja, maar... Wel waar. Ja, maar dat was al 3 weken geleden, of nee, wacht. Nee, dit is de laatste keer. Denk maar, je? Nee, ik zei... Adriaan. Oh. Ja. Maar om het zo te zeggen, we melken het wel. Laten we het daarop houden. Wil je alleen bewust maken? Want het kan, er staat toch weken, nee, maanden, weken, dagen. Hier. Maar ik zou het je besparen. Vind ik lief van je. Hoe je zit kon slapen, vreemd. Gezel. Ja. Waar is dat bij Shell? Waar? In haar huisje. In haar huisje. Wat dan? In jullie huisje. In jullie huisje, toch? Ja, maar in dit geval nu even Shell huisje. Heb je nog patat? Nee. Even dat was lekker. Ik voel me echt zo'n dikke trol. Ja, nou, dikke trol 2 meldt zich aan. Hoi. Is nog dikke trol part 2, de remix. Wat? Er is weer wat gaande. Ik zei je toch? Wat? Er is wat gaande. Er is niks gaande. Nee, joh. Oh, maar misschien ook wel, want jij bent hoogsensitief. Kan ik iemand blij maken met een kaasjenees? Met een? Kaasvlees. Nee, ik zit echt bomvol. Nee, dank je, schat. Oh, ik mezelf namelijk ook niet meer. Moet jij die patat? Iske, ben je een beetje moe? Groepsvideoboodschap opnemen. We moeten even voor morgen. Oh, ja. We hebben die picknicktafels nodig. Mijn favoriet. Cheers. Ik denk dat niemand meer patat gaat eten. Nee. Dat is een beetje veel. Ja, een beetje veel dan te weinig. Oh, ik kan gewoon eten. Kom eens hier. Bedankt voor het koken. Heb je genoten? Ik heb genoten. Dat is belangrijk. Je mag voelen, ik ben zwanger geworden. Ik ook. En ik hoop niet dat we nog iets intens gaan doen. Ja. Je weet het maar nooit. We gaan dansen met z'n allen. Oh god. Kan dat gast trouwens uit of niet? Nee, hij is nog bezig. Nou, laat maar. Ik dacht dat het alleen voor dit was. Oké! Okay. Milan. Ja? Merel ging naar de wc en die liet die wc-bril hard flikkeren. Was dat het? Deed je de wc-bril naar beneden? Ja, dat klopt. Oh, dan was dat het. Echt? Het was jouw schuld. Oh. Alles is jouw schuld. Voorleest, moet ze niet. Nou, Milene, jij wil lezen toch, hè? Nee, ik hoef het niet te lezen. Nee, ik mag weggeven. Nee, ik weet wel dat het is gebeurd, toch? Dat er op de brief stond dat je hem niet open moest maken. Niet openen. En toen is hij geopend en stond er, je moet nu vertrekken. Maar er stond, hij werd toch... voor 12 uur. Ja. Oh, en wat gebeurde geopend voor 12 uur? Dat is echt stom. Ja, ik wel. Nou, leuk. We hebben nog muziek. Oh, echt? Hoe heet hij nou? Oh. Maar dat zegt niet slim. William S, toch? Senna. Maar waarom zou je dat doen als hij na 12 gewoon opengemaakt mag worden? Spanning, sensatie. Ik kan me voorstellen dat het hier binnen ook gebeurt, hoor. Ik wou net zeggen. We zijn al lekker zo geduldig. Ja, met als er een kistenterrein op komt, gaat hij ook open, toch? Dat voor de inwoner. Ja. Ik wilde het net benoemen. Ja, maar daar stond niet op, niet openen.